Alsjeblieft. Wat maakt zo'n quiz zo bijzonder voor jou? Nou, vooral de deelnemende teams. Ik maak heel vaak popquizzen natuurlijk. Maar dit is altijd een bijzondere versie met onder andere een meezingronde. En als je dan, dan zeg je duidelijk bij van zing niet mee bij het antwoord. Geheidszingers doen gewoon wel het antwoord mee en dat soort dingen. Dus, dat vind ik wel leuk in het geheel. Ja, hoe komen jullie bij al die deelnemende kroegen en hoe krijgen jullie ze zover om deel te nemen? Nou, ze zijn altijd meteen enthousiast. Ja, iedereen wil wel zijn kroeg vol hebben. En op die manier is de kroeg wel vol. En ja, we hebben het vorig jaar natuurlijk ook al gedaan. En dat was heel succesvol. En, ja, het is in feite gewoon het is echt een kroegentocht. Hè? Je gaat van de ene kroeg naar de andere kroeg na twee rondes. En in elke kroeg is het toch weer bijzonder om zo'n popquiz mee te maken. En dat is voor de deelnemende kroeg wel mooi. Dus er zijn heel veel kroegeigenaren die heel blij zijn met die XL-quiz. Ja, ze moeten natuurlijk wel even de technische onderdelen paraat hebben. Ze moeten een beamer hebben en geluidsinstallatie en dat soort dingen. Maar als ze dat hebben en kunnen erover beschikken, dan is het. Ook volgend jaar weer zo'n popquiz XL? Ja, dat is wel de bedoeling dat we mee doorgaan. Dan wordt het een vijfde keer. En misschien dat we dan nog gaan kijken of misschien op een ander tijdstip, of we inderdaad het record gaan verbreken. Want dat is uiteindelijk de bedoeling dat we een keer in het Guinness Book of Records komen om de grootste popquiz van Nederland te maken. Wij hebben net een cheque gekregen van €1.750. Nou, echt een fantastisch bedrag. En als je nagaat dat wij normaal gesproken alleen maar bedragen binnenkrijgen van €150, €200... ja, dan is dit natuurlijk een enorm bedrag en waar we ontzettend veel en mooie dingen mee kunnen gaan doen. En heb je al een beetje idee wat je ermee gaat doen? Nou, als ik heel eerlijk ben, eigenlijk nog helemaal niet. Wij hadden niet op zo'n hoog bedrag gerekend. Dus het is ons ook heel erg overvallen. En we gaan nu over nadenken wat we gaan doen. En hoe gaat het verder met de speelgoedbank? Nou, verder gaat het eigenlijk heel erg goed. Het wordt steeds drukker gelukkig. We hebben ook een mooie hoeveelheid speelgoed inmiddels. We bereiken echt heel veel meer kinderen. We krijgen ook vanuit heel Twente veel meer vragen. Dus dat is ook wel heel leuk om te zien. Dus ja, onze droom, onze stip op de horizon om ooit in heel Twente te zitten, komt steeds een heel klein beetje dichterbij. Ja.